Ik ben Axel terug met een verse blogs update voor je. We gaan vandaag kijken naar de laatste stand van zaken uit de crypto en de economie. En ja, zoals dat wel vaker het geval is, de laatste paar dagen belangrijker dan ooit. Er is natuurlijk veel gebeurd in eigenlijk alle wereldwijde financiële markten. Goede nieuws, we lijken daar best wel snel van te herstellen. En hoe dat eruit ziet, gaan we nu direct bekijken. Want het ging even heel erg hard in het begin van deze week. En dat werd eigenlijk allemaal geïnitieerd door de Nikkei, oftewel de Japanse beurs. Uh, daar leek het allemaal mis te gaan en dat trok vervolgens het overgrote deel van de wereldwijde financiële markten mee naar beneden. En daarin was uh, crypto helaas niet uitgezonderd. Dat bewoog gewoon stevig mee naar beneden. Gelukkig zien we dus wel dat dat zich vrij snel weet te herstellen. Want ja, op zo'n moment zelf is het natuurlijk nog maar zeer de vraag wat dat precies voor effecten gaat hebben en hoe lang die gaan duren. Lijkt nu, we moeten natuurlijk voorzichtig blijven, maar toch een beetje mee te vallen. Als we hier even op investing.com gaan kijken naar uh, de laatste stand van zaken voor eigenlijk alle grote indexen wereldwijd, ziet dat er zo uit. Bijvoorbeeld om te beginnen met onze eigen AEX. Ja, op weekniveau hebben we ook nog steeds een min van 2,78% te pakken. Zeer zeker geen uh, optimistisch exemplaar wat dat betreft. Op maandniveau ziet het er nog wat ernstiger uit. Maar eh, eigenlijk is die volgende kom hier, eh, kolom hier met name belangrijk. Year to date, dus dan meten we vanaf 1 januari 2024. Ja, is het nog steeds, ondanks dus de recente ellende. Maar gelukkig ook weer het snelle herstel daarop. Een prachtig jaar. Meer dan 12% in de plus voor de AEX. Dus voor een reguliere index. Waar gewoon reguliere aandelen aan genoteerd zijn. Eh, en dat zie je hier gelukkig overal terug. Je ziet hier zelfs op dagniveau. Dat eigenlijk alle grote beurzen, uh, alle grote indexen in de VS ook weer aan het herstellen zijn. Met toch best wel prima percentages. En daarmee worden ook die weekminnen steeds verder uit het slop getrokken. En ook op maandniveau betekent dat dat het wat minder ernstig wordt in een aantal gevallen. Maar ook hier, kijk weer naar die volgende kolommen. Year to date, dus nogmaals sinds 1 januari dit jaar. Of gewoon het afgelopen jaar. Dat is dus echt 365 dagen terug. Dus dan zitten we weer op 8 augustus 2023. Ziet het er allemaal nog steeds ja, eigenlijk gewoon prachtig uit. Uh, en als we iets verder naar beneden gaan kijken... dan gaan wij hier die Nikkei 225 tegenkomen... waar dat het eigenlijk allemaal begon, waar dat het allemaal misging. Dat ging zelfs zodanig mis... Uh, dat zij in slechts één handelsdag de volledige jaarwinst uh, over de schutting wisten te gooien. Daar was niets meer van over. We zien hier nu in deze kolom, dit is de year-to-date... dat we toch weer terug zijn op meer dan 4% in het groen. Dus dat vind ik zelf toch best wel een vrij stevig herstel... Nadat we de op één na grootste dagelijkse procentuele daling hadden gezien op de Nikkei met ruim 12%, was sinds 1987 niet meer voorgekomen zo'n slechte dag. En in absolute punten bezien de slechtste handelsdag ooit. Is het toch best wel bijzonder om te zien dat het zich redelijk snel weer weet te herstellen. En ja, er worden hier natuurlijk nog steeds hele dikke minnen geschreven. Op uh, dag valt het nog mee, maar week en met name maandniveau. Maar al met al weten we daar toch vrij snel weer wat van terug te snoepen. En dan is dit natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar hoe ziet dat er op dit moment uit in de crypto sector? Nou ook daar zie je dat het herstel nou ja toch eigenlijk niet zo heel verkeerd is. We kijken hier namelijk naar de maandelijkse veranderingen. En dan zie je dat bitcoin weer zo'n beetje terug op niveau is. Ja we hebben natuurlijk ook veel hoger gestaan, maar die enorme dip daarvan zijn we nu dus wel weer serieus aan het herstellen. Met... Een dollarwaarde die weer boven de 57.000 dollar noteert. Dus ja, daar zit toch weer schot in. Ook voor ITER, waar dat we onder de 2100 dollar terecht zijn gekomen, ziet die huidige waarde van meer dan 2400 er ook heel erg prima uit. Maanniveau betekent dat overigens wel nog steeds een hele dikke min van 20,85%. Maar je ziet hier langzaam maar zeker toch ook wel weer wat groen ontstaan. Uh, de positieve uitschieter in dit geval is natuurlijk XRP, dat op maanniveau bijna 40% procent weet te plussen. Met een waarde iets boven de 60 dollar cent per stuk. Dat heeft alles te maken met de recente ontwikkeling. Daar gaan we zo meteen verder naar kijken uh, in Ethereum-land of in Ripple-landschap, XRP-landschap eigenlijk. En daardoor gaat het nu best wel lekker. Als we dit overigens ook even aanpassen naar nou bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Ja, dan denk je: waar hebben we het eigenlijk over met die recente dalingen? Ziet het er nog steeds voor alle grote crypto's, in dat geval weer even XRP achterwege gelaten, erg prettig uit? En dat is uh, dus het vrij snelle herstel waar we nu gelukkig toch mee te maken hebben. En door die grote bewegingen zien we ook uh, een belangrijke grafiek ernstig uitslaan: dat is namelijk deze. Hierin zie je de volatiliteit van Bitcoin heel handig weergegeven. En dan gaat het met name hieronder om dit stukje. Daarin zie je dus de volatiliteit weergegeven in één handige matrix. En grofweg houdt dat in als we hier rond die 50 zitten, dan is er nul volatiliteit. Dan gebeurt er eigenlijk heel erg weinig met de koers. En hoe verder dat uitschiet een van de kanten op, hoe groter die volatiliteit is. En met dit soort bewegingen, met een min van bijna 20% in zeer korte tijd voor Bitcoin, en er toch weer redelijk snel een deel, groot deel daarvan goed maken, gaat er natuurlijk iets gebeuren met die volatiliteit. Die wordt zelfs zodanig dat we de grootste beweging weer zien sinds dat FTX omviel. En dat betekent dus ook dat je deze uitslag hier helemaal naar beneden ziet, naar deze 20-lijn, wat we dus echt lange tijd niet meer hebben gezien. Zodanige negatieve beweging. Dus daarmee is die beweging in de markt weer volledig terug. En iets dat daar natuurlijk ook aan bijdraagt, is uh, dat er geen stops zitten ingebouwd. Want we hebben dus verschillende uh, circuitbrekers gezien. Dus eigenlijk automatisch ingestelde uh, signalen zijn dat op de reguliere aandelenmarkten en indexen. Die bij een extreem grote beweging zorgen dat de handel wordt stilgelegd. zodat de markt tot rust kan komen. Dat er geen hele... ...nog extremere bewegingen zich voor kunnen gaan doen. En dat er ook eens even goed gekeken kan gaan worden naar wat er precies aan de hand is. Nou, dat is afgelopen week verschillende keren gebeurd bij de meeste grote indexen. Ja, bij crypto bestaat dat niet. Dat zorgt er dus voor dat we ook in dit soort grote bewegingen gewoon non-stop doorhandelen. En ook hier gelukkig weer een snel herstel zien. En als we even de ETF-flows daarbij gaan pakken, dan zien we datzelfde plaatje wel een beetje terug. Want ondertussen zien we bij ETF's voor bitcoin in dit geval, gisteren iets positiefs genoteerd worden. Ook daar heeft het groen weer de overhand met een 45,1 miljoen aan inflow. Overal was het leuk en aardig, behalve bij Grayscale, waar dat we 30,6 nog redelijk beperkt dus aan outflow zagen. Netto zorgt dat in ieder geval voor een positief resultaat. En bij Ethereum... Die, daarvan zien wij ja. Gisteren wel een outflow: 23,7 miljoen. Daar moet ik wel bij zeggen dat je hier de outflow bij grayscale ziet, die echt met de dag kleiner wordt. Die ook gisteren op 31,9 miljoen lag en daarmee echt een van de allerlaagste, uh, misschien wel de laagste outflow. Ja, zeker de laagste outflow is geweest sinds de start- en de handel van deze producten. Dus ja, dat is een positieve ontwikkeling. En met name de ontwikkeling van die dag daarvoor, de zesde was dat, 98,4 miljoen Amerikaanse dollar aan inflow. En dat is op de lanceerdag na de allerbeste. Dus daarmee zijn er toch weer een paar kleine recordjes gebroken. En zie je ook dat hier het volume bij BlackRock van 109,9 miljoen. Ja, dat ze eigenlijk bijna zo'n beetje in haar eentje weet te realiseren. Maar dat het ook weer eentje is die echt toe doet. Want de dagen daarvoor was dat lang niet altijd even overtuigend. Nou, dit was er wel weer zo eentje, dus ook in dat opzicht zie je dat de beweging er in ieder geval goed in blijft zitten. En dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, die bewegingen die worden natuurlijk geïnitieerd door koop- en verkoopgedrag op de markt. En daarin speelt uh, deze grafiek een hele belangrijke rol. Want wat zien we hier namelijk in, in deze tweet van Ki jong Joo? De permanente adressen. En dat zijn dan uh, specifieke hele belangrijke adressen in de markt. Dat zijn namelijk. Partijen die bitcoins uh, kopen, maar waarschijnlijk nooit meer verkopen. Het zijn in ieder geval adressen die dus alleen maar hebben geaccumuleerd en nog nooit betrokken zijn geweest bij uitgaven. Dus die nog nooit iets weg hebben gedaan vanaf die adressen. Dus tot nu toe kun je stellen dat zijn adressen die alleen maar bitcoin aan het hondelen en aan het scoopen zijn. Uh, en daarin is iets bijzonders gebeurd. Daar is namelijk de afgelopen maand 404.448 bitcoin uh, naar binnen geharkt. Gigantisch bedrag waar we het over hebben. En dan zie je dus ook dat dat de grootste honger is. In ieder geval in deze grafiek die teruggaat tot 2017. van deze groep. En dat er dus echt op een ongekend hoog en hard niveau wordt ingekocht vanuit de markt. Daarom dat hij er ook dus zegt van uh, something is happening behind the scenes. Want ja, als er in uh, deze hoeveelheden en op dit niveau. zo hard wordt ingekocht. Ja, dat is natuurlijk wel een bepaald belangrijk teken, lange termijn strategie in ieder geval van deze partijen die er dus voor zorgen dat die miljarden dollars gewoon uh, uitgegeven blijven worden aan cryptoproducten. Even terug naar XRP, want we zagen net aan het begin al dat daar iets bijzonders gaande was, namelijk 40% heeft geplust in de afgelopen maand, dat was de absolute positieve uitschieter. En dat heeft met name te maken met dit belangrijke nieuws, want uh, absoluut breaking news. Er is namelijk een uitspraak gedaan in de Ripple-zaak. Zeg er direct bij, nee, we zijn er nog niet vanaf. Waarom niet, leg ik je zo uit. Maar er is een belangrijke uitspraak gedaan uh, door de rechter in deze. Dat is Annalisa Torres en die heeft namelijk uh, gezegd, eerder al, dat uh, Ripple voor een gedeelte de wet heeft overtreden bij de, XRP van, uh, de verkoop van XRP aan de grote klanten van deze partij. Maar de verkoop aan de reguliere koper, die was toch gewoon in orde. Er is een boete opgelegd nu van 125 miljoen dollar, die dus door Ripple betaald moet worden aan de toezichthouder, aan de SEC. Ja, dat is veel geld, maar het ziet er al een stuk beter uit dan de eerste prognose. Want initieel eiste de SEC namelijk 1,95 miljard, ja serieus, bijna 2 miljard dollar aan boetebedragen van Ripple. Nou, daar is nu dus... Uh, of eerder al een tegenvoorstel gedaan door Ripple. Die hadden zoiets van nah, 10 miljoen, maximaal. Dat vinden wij wel een mooi bedrag. Dan komen ze toch aardig in het midden uit met die 125 miljoen. Uh, andere belangrijke onderdelen van deze uitspraak waren dus dat Ripple wel verboden wordt om in de toekomst de wet opnieuw te overtreden. In dat is natuurlijk logisch. Uh, maar dat betekent dus wel dat zij vanaf nu op een iets andere manier zaken moeten gaan doen. Als ze dus XRP willen verkopen als belegging... je zou dus kunnen gaan zeggen aan de grote institutionele partijen... ja, dan moeten ze dus in principe wel een registratie hebben. Uh, dat is dus lastiger opereren, zal ik het even zo zeggen... voor uh, Ripple de komende periode. Dat is natuurlijk een van de gevolgen van deze uitspraak. In ieder geval lijkt de gemiddelde belegger er dus erg blij mee te zijn... en doet dat op dit moment veel goeds voor de koers. Maar waarom we er waarschijnlijk nog niet vanaf zijn... De verwachting is dat SEC en mogelijk zelfs ook Ripple nog in beroep gaan tegen deze uitspraak. En daarmee moeten we dus opnieuw gaan afwachten wat dat daar weer in dat hoger beroep bepaald gaat worden. Maar voor nu geeft het weer een klein stapje extra duidelijkheid. En in ieder geval genoeg duidelijkheid voor de gemiddelde investeerder om weer wat vertrouwen te hebben in te kopen. En dus de koers ook op deze manier mooi te lijken stijgen. Mocht jij zelf bijvoorbeeld XRP bezitten, geen paniek, je hoeft niets te doen. Dit heeft daar verder geen impact op. Het gaat dus met name ook over hoe Ripple de zaken aanpakt en afhandelt. En niet over XRP zelf. Dus hoef je nergens druk om te maken. Uh, wat ik wel aanraad, ja, blijf natuurlijk al onze outlets in de gaten houden. Zoals de nieuwswebsite en bijvoorbeeld ook de dagelijkse je updates, blogs-updates op YouTube en Spotify. Dus ja, dan weet je wel altijd wat er speelt en wat je dan min of meer kan gaan verwachten van de verdere koersontwikkeling. Nou, uh, even terug, of eigenlijk blijven bij onze eigen app. Want daar hebben we ook leuk nieuws. Vanaf vandaag is het namelijk mogelijk om een spiksplinter nieuwe coin te verhandelen binnen blogs. Dat gaat dan om Toncoin, oftewel die Open Network. En dat is er eentje met een uh, belangrijke geschiedenis. Ik ga het even kort met je delen, dan weet je ook precies wat het is. Het is namelijk ooit gestart als de crypto die binnen Telegram, de chat-app, gebruikt zou moeten gaan worden. Nou, uiteindelijk kregen ze nogal wat gedoe met onder andere verschillende toezichthouders. Dat heeft ervoor gezorgd dat Telegram als bedrijfsteinder zelf dus afstand heeft genomen van deze coin. En uh, dat het uiteindelijk door een groep enthousiastelingen, de Ton Foundation, is overgenomen. Het beheer en de ontwikkeling daarvan. Ja, en die hebben dit dus gewoon voortgezet. En daarmee is het dus wel een coin met een zeer belangrijke geschiedenis. Uh, en dus een grote partij die er ooit aan verbonden is geweest. Wat ze nu aan het doen zijn, nou, natuurlijk met name vooruitkijken om de zaken zo goed mogelijk te gaan regelen. Snelheid is een van de speerpunten waar dat ze zich op focussen. Het moet dus echt een zeer snel. Netwerk zijn waar echt duizenden transacties per seconde op verwerkt kunnen worden op dit moment. Ze maken daarnaast ook gebruik van sharding en dat betekent dus dat een en ander wordt opgedeeld in wat kleinere stukken. Dat zorgt er dus voor dat die snelheid gewaarborgd kan worden en dat ook de schaalbaarheid in orde blijft. Het moet ook gebruiksvriendelijk zijn, dus gewoon echt een heel erg te gemakkelijk te gebruiken netwerk waar iedereen heel gemakkelijk uiteindelijk kleine betalingen, grote betalingen mee kan gaan uitvoeren. Behalve dat is het project zelf nog een stuk breder, want uh, zo zijn er bijvoorbeeld ook de Ton Wallets, de persoonlijke uh, crypto wallets zodat je het uh, kunt opslaan. Dat wordt ook ontwikkeld en uitgegeven door dezezelfde foundation. De Ton Services, waarin je als ontwikkelaar uh, volop aan de bak kunt gaan en nieuwe zaken erop kunt gaan ontwikkelen. Ton Storage, uh, clouddienst, uh, die volledig op uh, privacy gefocust moet zijn en die ook een stuk veiliger moet zijn dan andere alternatieven. En Ton Proxy, waarmee je... ...anoniem met web te live kunt gaan, anoniem kunt gaan surfen. Dus het is een heel breed project. Vanaf nu is dit toncoin dus ook beschikbaar binnen de blogs app. Tot slot nog een ander uh, belangrijk nieuwsverhaal over de, uh, Kamala Harris gaat. De nieuwe adviseurs waar zij zich mee aan het omringen is. Dat is natuurlijk de vraag. Uh, wat gaat dat doen voor crypto? Zijn dat meer crypto-georiënteerde, pro-crypto-georiënteerde personen of juist niet? Nou, op dit moment gaat dat er toch langzaam maar zeker aardig uitzien... Want op dit moment is David Plouvet eh, aangesteld. Die wordt senior advisor voor de strategie. Uh, waarom dat van belang is? Nou, omdat hij eerder ook lid is geweest van de Binance Global Advisory Board. Is ook bij Alchemy Pay betrokken geweest. De uh, strategisch niveau heeft hij daar meegedacht. gedacht. En uiteindelijk is hij nu dus ook toegevoegd aan het team van Harris. Dus een partij die zeer zeker geen onbekende is in de crypto-sector. Dus dat is al een hele belangrijke. Naast ook Harris Brian Nelson. Of Brian Nelson door Harris, dus uh, daaraan toegevoegd. Ja, dan zou je misschien denken: dat is niet de meest positieve persoon. Maar dat zou best wel eens een positieve twist kunnen gaan krijgen. Wie is dat? Die is betrokken geweest bij het Amerika of Amerikaanse ministerie van Financiën. Daarmee ook bij de acties juist die tegen Binance zijn uitgevoerd. Uh, die alles te maken hadden met het mogelijk witwassen en schenden van sancties. Dat was eind vorig jaar dat dat speelde. Uh, ja, dat klinkt misschien wat raar, maar hij wordt dan wel beschreven als een van de personen die juist meer ruimdenkend is, juist heeft meegedacht en ook volledig voorstander is van een goede regulering uh, zonder de innovatie te belemmeren en het om dus zeker niet allemaal zomaar lukraak te gaan verbieden of wat dan ook. As Cody hier ook zegt, heeft een vrij open houding ten opzichte van crypto, is er juist ingespannen om uh, de industrie uh, in contact te komen, in contact te blijven en daar dus in mee te denken. Uh, en daarom is het eigenlijk best wel een goede ontwikkeling dat ook deze tweede naam is toegevoegd aan het team van Kamala. En daarmee lijkt er langzaam, maar zeker, dus misschien ook wel een wat meer uh, pro-crypto-koers te verwachten in de nabije toekomst. Tot slot de koersen. Koersen op tradingview.com gaan we kijken naar de waarde van uh, bitcoin in de Amerikaanse dollar uitgedrukt op de dagcandles, Want ja, daar is toch het een en ander belangrijks gaande. Laten we eerst even naar de candles zelf gaan kijken voordat we deze twee belangrijke lijnen hierboven erbij gaan betrekken. We zijn namelijk opnieuw bezig met een mooie dag. Een plus tot zover van 4,7% die zorgt ervoor dat we achterin de 57.000 dollar aan het handelen zijn. Het hoogtepunt ligt zelfs vandaag al op de 58, bijna half. 58.482 Amerikaanse dollar. Dus dat ziet er goed uit. Daarmee weten we de hoogtepunten van de afgelopen twee dagen weer te overtreffen. Derde dag op rij, dus met een hoger hoogtepunt en ook een hoger laagtepunt. Mooie intacte opwaartse beweging dus. Je ziet wel vanaf die top zijn we wat teruggezakt. Zijn we in ieder geval onder de 58.000 geduwd? Dat blijkt nog een wat lastiger niveau. Maar weten we wel de kleine belofte van gisteren volledig waar te maken. Want toen wisten we ook al naar de 57,7 door te stijgen. Uiteindelijk close we op 55. Uh, en moesten we dus ook in de min gaan closen. 1,64% eraf. Nou Vandaag zitten we dus met het huidige prijsniveau precies op de top van gisteren. En weten we dat tot nu toe dus wel volledig aan te vullen. En is het dus weer een stapje bovenop de situatie van twee dagen terug. Toen we ook met een mooie plus van 3,77% naar huis gingen. En dat was natuurlijk de dag die volgde op deze extreme mindag dag Afgelopen maandag, waarin het voor bijna alle financiële markten wereldwijd misging. En daarmee zijn we dus vanaf dat dieptepunt, want vergeet dat niet, dat lag op 49.500 dollar, weer terug op 58 terechtgekomen. Dus dat gaat best wel snel. Daarmee is er toch een behoorlijk herstel op dit moment gaande. Uh, en ziet het er behalve dus voor alle andere belangrijke indexen wereldwijd, ook voor crypto, op dit moment weer behoorlijk uit en daarmee lijken we dus aan alle kanten langzaam maar zeker toch weer wat herstel te realiseren nadat de schikker natuurlijk goed in zat naar het daadwerkelijk in één zakken van de meeste grote financiële markten lijkt dat dus vrij snel weer tot rust te komen. Morgen gaan we nog een keer kijken in de dagelijkse blogs updates naar wat dan weer de laatste stand van zaken is. Let op. Volgende week ben ik er zelf even een weekje tussenuit, maar we zorgen toch nog af en toe voor een verse update, uh, bijvoorbeeld op het YouTube en Spotify kanaal. Dus zorg dat je er gewoon bij bent. Uh, en sowieso wil jij altijd als eerste op de hoogte worden gehouden van de belangrijkste nieuwtjes uit de crypto en de economie? Zorg dan dat je jezelf subscribeert op onze kanalen. En dat zijn dus bijvoorbeeld het YouTube en Spotify kanaal. Daarop neem ik je de rest van het jaar gewoon iedere werkdag mee met het laatste nieuws. Voor nu, fijne avond. Graag tot morgen weer. Doeg!